Ja, zeker. Super mooi om hier als eerste over de streep te kunnen komen. Ja, hoe verliep jouw dag? Ja, ik denk super goede dag gehad. Ik denk vanaf het eerste moment waren we attent met de ploeg. En we zaten denk ik met 4 man mee op die groep van 20. Toen kwam in de finale natuurlijk nog een grote groep terug aansluiten. En toen begon het aanvallen. En toen schoten we met een groep van 7 man weg. En ja, zeker omdat we nog een rappe man achter de hand hadden, kon ik het spel gaan spelen daarvoor aan. En het in de sprint gelukkig afmaken. Was jij een naam bij jullie ploeg om te spelen of ontstond het gewoon in die slotfase? Nou, ik denk dat we 6 sterke mannen hier hebben en dat we allemaal goed voor de dag komen hier. En dan kan je het ook met z'n 6 gaan spelen en dan zie je vanzelf hoe het uitpakt op zo'n dag. Het was natuurlijk een typische Nederlandse waaieretappe. Ja, hoe hectisch, hoe lastig was het? Ja, zeker tot het moment dat we met 20 man wegreden was het super hectisch. En vanaf dat moment kwam er natuurlijk wel iets meer rust in de groep. En ja, was de grootste hectiek over. Alleen toen natuurlijk die groep weer kwam aansluiten, begon het wel weer hectisch te worden. Alleen toen waren we ook weer redelijk rap weg met die 7 man. Dus vooral het eerste uur was hectisch en daarna viel het gelukkig mee. Ja, en dan met die 7, ja, dan moet je gaan afmaken. Hoe heb je het gespeeld? Ja, ik heb zeker omdat we een rappe sprinter achter de hand hadden, ik niet mee overgenomen en alles gegokt op die sprint. En toen voelde ik Joren aangaan redelijk vroeg. En toen duurde het even voordat ik echt op gang was, maar toen kon ik gelukkig in die laatste 100 meter nog versnellen en hem passeren. En nu? Nu morgen weer een nieuwe dag en gaan we ervoor.